Goed, mijn naam is Le Clens. Ik geef les in verschillende jaren in de biologie. In eerste bachelor is dat in het vak ecologie. En dan in volgende jaren cursussen populatie-ecologie, evolutie en ook ornithologie. De opleiding zelf die bestaat uit twee cycli. Eerst 3 jaar bachelor en dan 2 jaar master. Die bachelor, in de eerste jaren van de bachelor, zijn het voornamelijk verbredende vakken. Dus biologie, maar ook scheikunde, fysica, wiskunde, geologie enzovoort. Naarmate je dan verder gaat in die opleiding, worden dat meer biologisch getinte vakken. En op het einde, in het derde jaar van je bacheloropleiding, maak je onder andere een bachelorproef. Dat wil zeggen dat je gedurende 5 weken op een zelfstandige basis een klein onderzoekje uitvoert, weliswaar onder assistentie van de prof en een aantal assistenten. Als je dan beslist om verder te gaan voor een masteropleiding, dan volg je nog 2 jaar master in de biologie. Daar ligt de nadruk eigenlijk van weten op toepassen van die kennis voor het uitvoeren van zelfstandig onderzoek, als je daar later in je carrière verder wil gaan. Dan zijn het natuurlijk enkel maar puur biologische vakken. En dan heb je ook een aantal keuzemogelijkheden. Je kiest of dat je vooral geïnteresseerd bent in evolutie, in ecologie, in biodiversiteit of meer in functionele biologie, dus in fysiologie. Je kiest 2 van die blokken en daarnaast zijn er nog een aantal algemeen verbetende vakken. En je eindigt je opleiding opnieuw met een masterproef. Die is uitgebreider dan de bachelorproef. En daar heb je eigenlijk ongeveer een half jaar tijd om op zelfstandige basis onderzoek. En waarom bent u juist biologie gaan studeren? Wel, net zoals veel andere mensen denk ik, is biologie voor een stuk een passie. Het is een hobby die ik al van jongs af aan uitvoerde. Ik was ook iets van JNM, ik keek naar vogels, ik ging veel op excursie, nu is dat iets minder. Maar die passie is altijd gebleven en ik heb dan op een gegeven moment ook beslist om van die hobby eigenlijk een beroep te maken door de studies van biologie aan te vatten. Op dat moment was dat nog het oude programma, dus 2 jaar kandidatuur en 2 jaar licenties. Nu is het programma vernieuwd sinds vorig jaar. Hoe moeilijk is het ongeveer als het moeilijkheidsgraad? Wel, is biologie moeilijk? Wel, alle richtingen zijn moeilijk. Het hangt ook voor een stuk af van hoeveel energie je wel zelf wil insteken, hoe gemotiveerd je bent. Typisch voor de biologie is wel hier in Gent dat het een vrij intensieve opleiding is. Je hebt relatief weinig springuren, dus dat wil zeggen dat je de meeste dagen van 8 uur of 8:30 's morgens tot 5 uur, 5:30 in de les zit. En dat je dus het studeren zelf vooral moet doen tijdens de avonden en in de weekends. In andere richtingen heb je soms iets minder volle uurroosters, waardoor er meer springuren zijn. Dat is niet het geval in de biologie. De moeilijkheidsgraad van de vakken in biologie is niet moeilijker of niet gemakkelijker dan in andere richtingen. Kan u een paar positieve punten van de richting zeggen? Wel, ik denk... Dat is wel wat het belangrijkste verschil is met biotechnologie en bio-ingenieur, waarom het dan beter zou zijn. Ja, wel, of een richting beter of slechter is dan een andere richting, hangt in eerste instantie af van je eigen interesse. Biologie is een algemeen wetenschappelijke richting, waar dat je voornamelijk op zoek gaat naar algemene processen en algemene patronen. Dat wil niet zeggen dat je dus, of de toegepaste component in deze richting is minder uitgesproken dan bijvoorbeeld in een ingenieursrichting, waar dat je eigenlijk voornamelijk bepaalde technieken gaat leren om die toe te passen. Dat doe je niet in de biologie. De biologie, dat studeer je als je werkelijk een diepe interesse hebt in het functioneren van biologische processen. Is dat beter of is dat slechter? Dat is een discussie die je moeilijk kan voeren. Je moet dat vooral doen als je daarin geïnteresseerd bent. De opleiding in Gent zelf is sterk vernieuwd en er is een zeer sterke evolutionaire benadering. Dus alle processen die je bestudeert in de biologie, die bestudeer je vanuit een heel impliciete evolutionaire richting. Dat is een beetje het handelsmerk van de opleiding biologie in Gent. En was er dan minder goed aan? Goh, wel, minder goed is een beetje moeilijk te zeggen. Je hebt enerzijds de opleiding zelf, zoals ik al zei, die zit nogal vol. En er zijn al wel vragen gesteld vanuit de studenten om daar iets aan te doen, om dus eigenlijk de lesbelasting zelf een beetje naar beneden te krijgen. Vooral in de masters wordt dat opgelost door eerder te gaan naar zelfstandige projectjes die je moet uitvoeren. Dat je dus eigenlijk een minder schoolse opleiding krijgt, dat je minder uren in de les moet zijn, maar dat je een aantal opdrachten krijgt die je dan tegen een bepaalde tijdstip moet afleveren. Dus
dat wat betreft de studie. Naar toekomstmogelijkheden is het vind ik die kijken. Het is heel moeilijk om te voorspellen of dit nu een goede opleiding is naar de werkstelling toe. Het positieve punt is dat je in een hele brede waaier van beroepen terecht kunt komen. Die situeren zich zowel in lesgeven als werken in bepaalde onderzoeksinstellingen of werken in bepaalde NGO's. Maar het blijft altijd moeilijk. Hè. Je kan moeilijk voorzien wat de vraag zal zijn naar biologen binnen 5 jaar, want dat is eigenlijk de tijdspanne waarover je moet denken als je die studies aanvat. Hè. Echt negatieve punten zou ik zo niet direct weten eigenlijk. Ja, de laatste vraag was eigenlijk, maar ik heb een beetje gezegd waar je het later allemaal mee kan gaan doen. Mm-hmm. Wel, dus het is dus een heel diverse opleiding, het is een heel multidisciplinaire opleiding. En dat wil dus ook zeggen dat je terecht kan in een brede waaier van beroepen. Hè. En dat kan zowel zijn leidinggevende beroepen als uitvoerende beroepen. Er zijn in België een aantal onderzoeksinstellingen en tijdens uw studies ga je die onderzoeksinstellingen ook bezoeken op bepaalde momenten, om er een beetje vertrouwd mee te geraken. Ik denk dan aan het Instituut voor Natuurbehoud, of ik denk aan het Instituut voor Wildbeheer, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurreservaten, bepaalde plantentuinen in Meissen, het Museum van Tervuren enzovoort. Dat zijn allemaal potentiële afzetmarkten voor biologen. Daarnaast vraagt men natuurlijk biologen in het onderwijs. Als je zegt van kijk, onderwijs, dat is echt iets voor mij, dan kan je als deel van je masteropleiding onderwijs gaan, dus eigenlijk afstuderen in de richting onderwijs. Je hoeft dat niet erna te doen, je kan dat tijdens je studies doen. Hè. Maar het is ook zo dat als je een universitaire titel op zak hebt, of dat nu in de biologie is, of dat is in de fysica, of dat is in de scheikunde, dan ben je een interessant persoon voor bedrijven. Hè. Dan weten bedrijven van kijk, jij bent als student in staat om op relatief korte tijd grote hoeveelheden leerstof te assimileren. En dat alleen al maakt je interessant voor het is eender welk bedrijf. Hè. Op sommige momenten zal je dan op een relatief korte periode omgetuned worden, getraind worden in bepaalde kennis die specifiek is voor het bedrijf waar je gaat werken, maar gewoon het feit van een universitaire titel op zak te hebben, helpt dan ook al. Is er nog iets dat u graag kwijt wil worden? Ik zou gewoon zeggen, komen studeren in de biologie.